gewoon nog niet groot gezien. Het geeft een beetje een idee van hoe dicht dat het woud is, hè. Zelfs al is het hier nu niet echt super dicht. Ja. Wel opletten, de video neemt alles op wat we zeggen ook natuurlijk. Hè. Dag iedereen. We wandelen dus door een woud in het gebied van Monteverde. En we hopen straks verscheidene quetzals te proberen te zien te krijgen. Maar daarvoor moeten we nog een heel eind dit pad afwandelen. Tot aan een avocadoboom. En die avocadobomen zijn de hoofdvoedselbron voor de quetzal. Ondertussen hoort je zo af en toe rare geluidjes. En vaak zijn dat gewoon takken die tegen elkaar aan het schuren zijn, maar soms is dat dan een aapje of een of andere rare vogel. Hier zie je trouwens de zogenaamde strangler fig. Dat is eigenlijk een klimplant die zich rond een andere boom wikkelt en dan langs die boom omhoog klimt en uiteindelijk die boom doodwurgt om dan zelf in een boom te veranderen. En dat is dan een holle boom omdat aan de binnenkant die dode boom zat. En voor de rest... Oh, spinaapjes. Zie ze daar slingeren. Ze zitten daar hoog in de bomen rond te slingeren. Dat zal hetgeen zijn dat we daarnet gehoord hebben. Ik weet niet of ze nu nog goed te zien zijn. Maar dat juist zag ze zo heel mooi slingeren. Ik zal terug uitzoomen. En dan zien we verder. Ja, er zit er daar nog eentje. Ik ga het inzoomen. En ze bewegen nu niet zoveel. Zo. Voilà, dus weer al een ontmoeting met een junglebewoner. Dat is wel geen goed teken dat er hier spinaapjes zitten. Want die riskeren die quetzals weg te jagen. Dus laten we hopen dat ze gewoon hier zitten en dat we er straks vanaf zijn. Zoals je kunt zien, is het gezegde door de bomen het bos niet zien hier wel heel erg aan de orde. Alle bomen staan veel dichter bij elkaar dan in bossen bij ons. Zo, en nu ga ik stoppen met filmen, want anders gaat mijn camera het niet volhouden, denk ik.